Welkom bij de vlog van Jamie. Veel plezier met kijken. Een hele goede morgen en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekend vlog. Het is nu vandaag vrijdag. Het is vrijdag 3 maart. En het is nu 11 uur. Ik ben net wakker. Ik heb net een vlog gekeken van Marcia. En dat was dus super leuk. Dus ja, vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Ik ga denk ik gewoon beneden een beetje opruimen. De kelder waar ik morgen een feestje ga geven. Dat ga ik doen en ik ben weer lekker scherp, top. En ik ga nu eerst ontbijten en ook nog boodschappen doen en vanmorgen en mijn kamer een beetje nog fatsoeneren en voor de rest niet zo heel veel, dus jullie gaan weer mee in mijn weekend. Boop. Zoals jullie kunnen zien is het nu een paar uur later, het is nu rond 6:15. Ik heb lekker bad gezeten net en ik had dit setje had ik aan, zeg maar. Mijn broek is van de H&M en trui ook van de H&M. Maar ik vond het niet zo erg leuk. Dus ik ga zo namelijk even beneden opruimen. Dit is wat ik nu draag. Deze trui komt van de H&M met deze broek erbij. Super tof. En ik heb het allemaal aangekregen. Dus ja, dit is de outfit. Ik vind het op zich wel wat hebben eigenlijk. Het is best wel stylish-achtig dingetjes. Ik ga zo meteen beneden even opruimen, de kelder. Want morgen is natuurlijk een feest. Super tof. Ja, dus dat. En voor de rest niet zo heel veel. Ik ga lekker naar beneden. En ik ga even dansen. In mijn kamer. En dan, wow, ben niet scherp. En dan zie ik jullie zo weer. My sexy love. Yeah. A tornado flew around my room before they came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain in my sexy love. You gonna have to do more than just. Lekker aan het livestreamen weer op Instagram. Joepie. En we zitten hier met de hele MBO squad. Xena is er, Nina is er, Lies is er, Jaleska en allemaal andere mensen, zo gezellig. Alleen dat tentje wat hier staat, 2, dat geloof ik dus niet. Want er zijn er meer die praten. Dus we zijn met de hele MBO squad hier. Top. Dus, zeg allemaal nog wat, voordat ik de vlog ja, afsluit van vandaag. En dat is hier de weekvlog aan het tot morgen, guys. On my birthday. Woep, 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 woep. Oh, Xena zegt hi, vlog. Hi, Xena. Woep, woep. Als Jeske wilde ook in de vlog. Shout out naar Jeske, _10. Ga daar allemaal volgen op Instagram. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 4 maart. En vandaag ga ik iets super leuks doen. Vandaag is namelijk mijn verjaardagsfeest. Ik heb super veel zin in. En ik ga zo weg. Ik ga zo meteen boodschappen doen met mijn moeder. En dit is wat ik draag op dit moment. Ik ga even snel boodschappen doen. Deze sjaal komt van de Primark. Trui van de H&M. Broek komt van de Bershka. Schoenen van Zara. Jasje van de Poe en Peer. Ik ga zo meteen boodschappen doen, want om 7 uur staan de mensen voor de deur. En ik moet me helemaal nog klaarmaken. Ik moet beneden nog op gaan ruimen. Waar ik het feest ga geven. Gewoon lampen neerzetten en zo. En dat wordt dus super leuk. Dus ja, ik ga nu naar de supermarkt. En dan spreek ik jullie zo weer. Thuis van boodschappen doen. Het was super gezellig, eventjes boodschappen gedaan. Alles ingeruimd en ik ga zo meteen
beneden helemaal opruimen met mijn stiefvader. Dan ga ik douchen, klaarmaken, alvast en gewoon lekker chillen. Maar ik heb in de vorige vlog heb ik gezegd dat ik in de hitkrant zou staan. En ik heb hem gekocht, de hitkrant van deze week. Hij is, ik kan hem tot 14 maart kopen, dus 13 maart moet je hem uiterlijk hebben gekocht. De hitkrant 14 maart ligt er een nieuw nummer in de winkel. En ik zat een beetje door die dingen heen te bladeren. En ik wist dat, dat ik op Twitter ook best wel vaak getagd was in foto's. Van dat ik in de hitkrant zou staan. En toen ging ik kijken. Het is nu namelijk 5 voor half 2. Dat ik zeg maar als je hem openslaat, dat je dan zeg maar dit ziet. En toen zag ik dit. Deze. En er staat dan bij Wie Jack, waar Rotterdam. Details, yes, tijdens de IMA's mocht ik op de foto met Jack. En dan staat erbij de Lucky One Jamie. En wat me nog niet was opgevallen, is dat zeg maar, als je bij de top tweets gaat kijken van Hitkrant, zeg maar, dat ik dan hier ook sta. Dat ik dan hier sta. Ik heb gewoon best wel iets om gewoon weer even lekker in te bladeren. Dus ik ga lekker in de hitkrant bladeren. En ja, dan ga ik zo meteen lekker opruimen. En voor de rest, ik heb er zin in mijn verjaardag. En ik zat even lekker hier zo, omdat ik nu hier de vlog van Monica Geuze aan het kijken was. En ja. Dus ik heb net ook gegeten. Twee broodjes. En deze trui is echt leuk. Maar hij is wel onwijs warm. Dus ik ga zo even iets anders aantrekken. En ik hoor mijn hondje weer komen. Dus ik zie jullie zo weer. Zoals je kan zien ben ik nu in de feeststand. Superleuk. Ja, het is bijna klaar. De muziek, zeg maar, die kon ik niet op mijn, hoe heet dat? Ja, ik wilde zeg maar muziek via mijn boxjes doen, maar dan was ik de hele avond mijn telefoon kwijt. Dat wil ik niet. Dus ik heb zeg maar mijn laptop hierachter gezet, zeg maar, en nu aangesloten. Kaal heeft aangesloten. En dat er gewoon muziek uitkomt. En heel hard ook. En we hebben ook hier, elk jaar hebben we van die party lights. En hier hebben we wat chippies. En de koelkast is ook helemaal gevuld met de drank en zo. En ik ga lekker zo meteen een drankje drinken. Omdat ik vorig jaar niet zo heel veel heb gedronken. Het was alles al binnen 20 minuten weg. Dus ik ga nu eventjes een drankje drinken. En alvast even in de feest moet komen. Ja, oh my god, ik ben weer niet scherp. Er komen wel allemaal leuke mensen. Jamira komt, Ines komt, Cindy komt. Super gezellig. Sophie komt, dus super tof. Ruby komt. Jijke komt. En ik zie er wel wie er allemaal gaat komen. Het wordt sowieso wel gezellig, daar heb ik wel zin in. Dus ik ga even een drankje drinken. En dan spreek ik jullie zo weer. Oké, het is nu een kwartier voor aanvang. En dit is wat ik draag. Shirtje komt van de Bershka. Schoenen, Bershka. Of broek, Bershka. Schoenen, Zara. En ik sta nu vol in het licht. Boek. Dat vind ik leuk. Ik ga even een drankje voor mezelf inschenken. En dan kan het feest beginnen. Oeh, dat is heel good. Ik weet niet wat ik daarmee heb, maar ik moet even nog wat doen. Iedereen komt zo. En het wordt een topfeestje. Woep, woep, woep. En ik ga alles voor jullie vloggen vandaag. Dus, let's go. De gasten zijn er. Woe. Jijke en Ruby. En we gingen net... Ruby ging net... Stoffen s'nachts. Ruby ging net de Duitse versie van drank en drugs zingen. Dat stof. Stoffen s'nachts. Snaps. Of zo, oh, mijn camera is weer niet scherp aan het doen.
Nou, veel plezier met kijken nog, jongens. Het feestje is al een soort van afgelopen. Het is nu bijna 12 uur. Ines en Lisa zijn er nog. Ines zit hier. Het feestje is een soort van afgelopen. Rot op, Ines. Ik heb superleuke cadeautjes gehad. Van Friends. Nee, ik ga er een aparte video over maken. En morgen komt Cindy gezellig nog even langs voor mijn verjaardag. En ik kan jullie al wel natuurlijk een sneak peek geven. Hier staan de cadeautjes. Dit is een cadeautje, zeg maar. Daar heb ik alles gewoon ingegooid. En hier ook nog een tas, zeg maar. Superleuk. Hoe leuk voor je avond, Ien? Super. Ja, ik vond het ook superleuk. Alleen, we hebben niet zo heel veel gedanst. Maar op een gegeven moment heb ik een beetje gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. En voor de rest is het nu 4 minuten voor 12. En ik hoop dat deze vlog een beetje lang is geworden. Ik hoop het wel. En anders heb ik morgen nog met Cindy gezellig om iets te doen. Dus ja. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Woep. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is zondag 5 maart. En gisteren was super gezellig. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik wil trouwens nog de mensen bedanken die kwamen gisteren.
Ruby, Jaike, Kiara, Jamira, Ines, Henk Jaap, Jara. Wie waren er nog meer? Lisa was er ook, gezellig. En het was echt wel een hele leuke avond. Ik heb echt een superleuke avond gehad. De buurman is, of er zijn ze hier aan het boren, weet je wel, dan is het hoe laat? Het is nu 10:15 en dan gaan mensen op boren. Kom op. Wacht even nog een uurtje mee dan. Nou, ik weet niet of jullie me horen. En ja, straks of, over een uurtje is Cindy bij mij. Dan gaan we lekker gewoon chillen, want zij kon er gisteren niet bij zijn. En toen heeft ze me gebeld om te zeggen van oké, weet je Jamie, is het goed als ik morgen kom? Nou, prima. Dan wil ik ook straks wat ik heb gekregen voor mijn verjaardag video opnemen. Die komt voor jullie woensdag online, hoop ik, als het me lukt. Ik ga me nu even omkleden en dan spreek ik jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien ben ik onderweg, ben ik buiten aangekleed en alles wat ik aan heb. H&M trui, sjaalpruimer, jasje poen weer, Bershka broek, Sarah schoenen. We hebben het Cindy! Jee, we gaan nu naar Ikea. En gezellig! Jee! En daar zijn ze nu honden aan het doen. Super lekker weer. Daar is Ikea, dus we gaan lekker naar de Ikea. Ja! Oh my god, nee, kijk, nu ben ik geen bruin. Oh jawel. Oké, ik ga ophangen, doei. Ja, iets anders als joh. Maakt niet uit, YOLO. We zijn even aan het kijken bij de Ikea. We zijn even bij de glazen aan het kijken. Ik vind dit zo mooi. Dat dan van dat groene effect in die glazen. Kijk, dan heb je dit zo. Ik vind dit echt heel mooi. Ze zijn maar... Hoe duur? €1,99. Nou, bij de Ikea. Een koopje. Deze borden vind ik ook echt... Zin, deze borden vind ik ook mooi. Net als mijn ziel. Servetje is mooi. Alles mooi hier. We zijn dus nu bijna klaar in de Ikea en ik heb zin in. Oeh, weg eens. Oh mijn god, oh yeah, daar gaan we heen. Liedjes, oké, dit is beter. We zijn dus nu bijna klaar in de Ikea, we gaan even nog een hotdog eten. En even voor mijn moeder Dame meenemen. En Cindy, heb jij nog wat nodig? We need food in our life. Yes, yeah. We gaan nu eventjes lekker eten. Als wij niet hebben gegeten, zijn we chagrijnig. Dus we gaan lekker eten. Want boven in het restaurant was het echt druk. Daar wilden we eerst gaan eten, patatjes en zo. Maar het was te druk. Dus we gaan nu beneden in het restaurant eten. Broodworst. Of een pizza. Of wat nog meer? Milkshake. Gewoon eten. Gewoon bunkeren voor life. Bunkeren voor life. Oké, dat ging fout. Ik ga baas. Nou, we zijn net terug van de Ikea, hier. We zijn net terug van de Ikea. En ik ben Cindy kwijt. Oh wacht, ze ligt hier! En ze zit hier bij zo'n dingetje waar je echt zo'n van die blokjes hebt. Super leuk, dus we gaan er nu. Ga je weer vol. Tada! Oh, licht draai. Tada! Toch leuk jongens. Hebben jullie het gezien, jongens? Superleuk! Het enige wat ik heb gekocht bij de Ikea is een zak deem. Ik ga nu lekker naar huis lopen. Joepie! Doei Ikea! Nou, Cindy is al inmiddels weg. En ik ga nu een video opnemen. Wat heb ik gehad voor mijn verjaardag. En hier heb ik alles. Statief. En het is nu... 2:10. Ik ben denk ik ongeveer 3 uur klaar hiermee filmen. Dan ga ik vanavond vast. Daarna ga ik Netflixen. En ja, dus dat. En ik ga nu de video opnemen. Dus let's go. De video is opgenomen. Ik ga nu lekker Netflixen in bed. En lekker pyjama aantrekken. En lekker Tony eten. En lekker chillen. Netflix en leuke dingetjes kijken. Netflix.
Dus, ik zie jullie zo weer. Oké, moordvrouw is afgelopen. Het is nu 9:15. Ik ga nu lekker naar beneden om even te dansen. En daar heb ik super veel zin in. En ja, ik heb er super veel zin om lekker even te dansen op That's My Girl. Ik heb gisteren heel veel gedanst ook. Maar dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de vlog van mijn verjaardag. Ik wil echt nog iedereen bedanken die er was gisteren. En ja, ik heb er wel echt super veel zin in om aankomende week ook maar met jullie te delen. Dus bij deze sluit ik de week weekend vlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En waarom ben ik niet scherp? Echt, mijn camera, jongens, heeft soms echt kuren. Oh ja. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je even hieronder. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram, Snapchat, Twitter. Allemaal hieronder. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!